juni. De laatste keer alweer in juni dat wij Ballistic Brass houden. En dan komt de vakantieperiode ook. Met 6 weken heeft Zuid ongeveer. Ja, we houden gewoon een keer een lekkere lerarenvakantie aan. Niet dat we allebei die 6 weken vakantie hebben, maar goed, hè, dat nemen we dan ook maar van. Jij wel, ja. Ja. Maar goed, vanavond eerst nog een uur vol muziek, nieuws en natuurlijk ook een agenda. Afgelopen week toen hadden we René Lekkie en René Ranzijn live in de studio. En ik heb al wel vanuit diverse bronnen begrepen dat ze het allemaal een zeer leuke en interessante interview vonden. Ja, een leuke uitzending. Ja. En mocht je nou nog willen naluisteren omdat je hem toevallig gemist hebt, dan kan het natuurlijk ook via ons archief, via onze website www.ballisticbrass.nl. Daar staat ook nog de track van de week op waar je op kan stemmen. Deze gaat tussen de Flora Band, die we naar aanleiding van onze interview met René Lekkie hebben geplaatst in de track van de week, tegenover de Royal Marines met Aranjuez Mon Amour. Ja. En de ander is van hun, even goed kijken, On Her Majesty Secret Service, A View to a Kill. Daar kan je in ieder geval nog op stemmen tot ongeveer 7:10. Voor nu wel weer genoeg gepraat, denk ik, hè? Zeker weten, want we zijn alweer veel te ver in het intro-nummer. Dus we gaan gauw luisteren naar het eerste nummer van vandaag. Ik heb een mooi masje klaargezet, waarom ook niet? To fight and win. Fight and Win, natuurlijk herkenbaar op de Nederlandse straten ook. Door onder andere DVS heeft hem gespeeld, geloof ik. En Ades Musica, als ik me niet vergis. En een mooi openingsnummer. Zeker weten.
Je zei net al, vorige week had je het eigenlijk al even kort genoemd. Hè? Je wilde nog iets zeggen over haar mond. Hadden we vorige week nog wel even over haar mond. Maar het ging meer over de bejurering van het verschil tussen haar mond en ODSC. Ja, inderdaad. Maar wat moest je nou rechtzetten? Ja, ik moest nog even iets rechtzetten. Want wij hebben na de hand nog een mailtje gekregen van Guy. Ja. Guy was het, hè? Ja. En daarin zei hij dat inderdaad wat we toen ook al gezegd hadden. Dat het 1 keer in de 2 jaar georganiseerd werd. En niet elk jaar. Dus ik denk dat het toch goed is om dat nog even te zeggen. Ik had het vorige week al willen doen, maar toen is het me erbij ingeschoten door René en René. Geeft niet, doe ik het gewoon nu. Dus bij deze, Tap to haar mond en de internationale show en marswedstrijden. 1 keer in de 2 jaar dus. Kijk, dus niet volgend jaar, maar dit jaar erop weer. Ja. En je had toen vorige week had het ook nog even over bejurering en de bandjes, de captures, die, of tenminste de bandjes die worden ingesproken. Ja. Ik begreep dat dat echt soms voor heel veel mensen echt heel leerzaam is. Ik had er nog nooit zo bij stilgestaan. Ik had er nog nooit wat van gehoord. Maar dat schijnt ook echt dat sommige juryleden hem ook zo inspreken dat je er ook echt wat aan hebt. Ja, dat klopt wel. Maar ja, goed, aan de andere kant vind ik altijd wel, het blijft een mening van een persoon. En waar de ene iets helemaal fantastisch vindt, kan de ander dat volledig afkraken natuurlijk. Ja, maar goed, je hebt natuurlijk wel 7 juryleden die allemaal wat zien. Ja. En over het algemeen, laten we het zo zeggen. De lijn daarachter zal denk ik wel zichtbaar zijn, ook op verschillende niveaus. Absoluut. Ja, ja. Dus dat wist ik zeker, dat wist ik niet. Ik kan nog steeds zeggen dat ik een leek ben, hè, in deze wereld. En ik hou dat ook zo lekker. Nou, je begint toch steeds wat bruiner te worden, hoor. Hey. Ja, dat moet ik niet zeggen, want dat betekent dat ik... Ik zei niet bleek, hè? Oh, zei je niet bleek? Nee, oh, ik zei leek. Ja. Oké, nee, dan is het goed. Hey, zullen we verder gaan? Nou, ik vond het wel nuttige informatie, maar goed, jij niet. Oh, sorry. Nee, ga door. We hebben nog, lekker stukje muziek klaarstaan van de JWF-kapel. En een oude Taptoe CD alweer. 1995, al bijna weer 20 jaar geleden. Waar gaat die tijd toch heen? Hè? Ja, niet in mijn broekzak. Death Disney. Leuk nummer. Gaan we gewoon eens even naar luisteren. Thank you.
That's Disney. Ja, je hoorde al verschillende nummers voorbij komen. Uitgevoerd door de JWF-kapel. Al bijna 20 jaar geleden dus. En ik moet zeggen, nog steeds een bekende tunes, hè? Ook al zijn ze al zo oud. Ja, ja, zeker weten. De Disney blijft altijd in je herinnering zitten natuurlijk. Kijk, maar de vraag is, voor de nieuwe generatie, is dat dan ook nog bekend, hè? Ik denk dat je er meer een... Ik heb het nooit gezien, maar je hoort het wel eens. Een Bob de Bouwer, een Dora, een Teletubbies-achtige medley moet gaan schrijven. Ja, zoiets, ja. Dat is er al een beetje in, hè? Ja, hoewel dat natuurlijk weer voor de hele kleine kinderen is. Want dit waren toch ook wel tunes die je als tiener nog keek. Ik denk dat deze Disney films nooit verdwenen gaan. Echt niet. En Bambi en zo. En nee, dat gaat... Ja, ik ben benieuwd of we over 30, 40 jaar dat nog steeds in de winkel zien liggen. Wie weet. Als we hier nog staan, dan blikken we erop terug. Dat lijkt me een goed idee. Als jij het onthoudt, dan... Probeer ik. Dat is goed. Oké, hey, misschien even leuk een nieuwsberichtje tussendoor. Want Advendo Snake is behoorlijk vooruitstrevend. Dat wisten we allemaal al wel. Zo zijn zij bijvoorbeeld begonnen met de snares zonder hendel... om een overgang te krijgen van dof naar scherp. Zij zijn begonnen met een interactieve cd-hoes... En deze week introduceerden zij een geheel nieuwe manier van kijken naar je product, je show. Want ze kwamen met de Advendrone op de proppen. En ja, goed, we kennen hem natuurlijk allemaal van het WK op het moment. Hè? De drone waarop we mooie zeggen in Snake. Wil je daar nou meer over zien? Kijk dan dus even op korpsmuziek.nl of op de Facebookpagina van Advendo. Het is een leuk filmpje trouwens om even te zien. Ik vind het ook wel leuk dat, dat mensen... Ik hoorde laatst van een ander bedrijf, die had het ook gedaan. Van onze radiocollega Barry. En ja. Die liet ook echt een heel mooi filmpje zien. Ik vind het echt geniaal dat ze die drone ooit hebben ontworpen. Ja, en hij is gewoon heel makkelijk bestuurbaar met je iPhone. Ja. Ja, dat is gewoon ideaal. Ik bedoel, hoe wil je het nog beter hebben? Kijk, en eigenlijk, ja, waarom ook niet? Dit is een perfecte manier, want ja, zeker. We willen toch uiteindelijk dat die shows van bovenaf ook mooie figuren ja, krijgen. En kijk natuurlijk, hè, we hadden het weer de bejurering ook van over het algeheel wordt die bejureerd. Dus dan is het ook gewoon goed om te kijken waar zitten de verbeterpunten voor jezelf nog op. Vanaf, bovenaf. En denk misschien ook wel een stukje minder kostbaar dan telkens een voetbalstadion af te huren. Ja, absoluut. Bijvoorbeeld in kamp. Om van bovenaf te kunnen kijken. Ja, ja, ja toch? Zeker weten. Ja. Ja. Goed, je hebt nog even een stukje muziek klaarstaan. Want ik heb zo dadelijk ook nog een nieuwsberichtje over het Kampen Trompettenkorps. Die aankomend weekend. Nee, morgen. Morgen gaan ze iets organiseren, maar daar ga ik ze na het muziek even wat over vertellen. Ja, dat lijkt me goed, want we hebben eerst nog een muziekje van de Waldzang, de Brassband Waldzang. En zij gaan voor ons spelen Dog Days.
Dat was dus Brassband De Waldzang met Dog Days. Een mooi nummer. Opgenomen trouwens tijdens het concert op 10, 11, 12 en 13 oktober in Leeuwarden. 2001 alweer. Ook daarin, waar blijft die tijd? Inderdaad. Maar goed, dat is iets wat wij misschien nog wel vaker zullen gaan zeggen. Want er staat ook nog een cd'tje klaar die exact 20 jaar geleden is ook van een Tattoo cd. Die toen eens een keer is opgenomen. Ik zei net al even, het gaat over het trompettenkorps, nog even een nieuwsberichtje. En dat is het volgende. Zij beginnen met morgen, dan hebben zij een middag georganiseerd. En die middag die hebben ze op een ludieke manier eigenlijk ingekleed. Ze hebben een aantal kinderen, tenminste de kinderen van de Music Kids, die hebben ze een kaartje meegegeven met 10 uitnodigingetjes. En die kunnen ze dan weer andere kinderen warm maken. En die kunnen dus morgen komen kijken bij het Kamp Trompettenkorps. Gewoon eens een foto met een metgestok of bijvoorbeeld een foto met een bariton of een trombone. Al dat soort dingen. Daar kan je dan een keer mee op de foto. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om eens even te kijken wat het allemaal is. Een jeugdkorps. Wat is nou het Kamp Trompettenkorps? Althans de jeugd dan. En zo hebben ze een hele middag vol met activiteiten. En die middag die begint morgen eigenlijk al direct na naar schooltijd. 13:30. Dan kan je terecht in de kantine van het KTK Clubhuis. En ze noemen het de Music Kids Play-in op 25 juni, dus morgenmiddag. Nou, hoe ziet het programma eruit? Nou, verschillende dingen. Je kan er ook verschillende instrumenten spelen. Er zijn ook wat prijsvragen. En voor iedereen is er genoeg ruimte om op de foto te gaan met bijvoorbeeld de metrestok of met de sousafoon. Of, nou, ga maar zo maar door. Er is ook nog een springkussen. Dus mocht je nou zeggen van ja, ik heb het wel gezien. De muziek vind ik niet zo leuk. Maar ik vind het wel leuk om op springkussen te staan. Dan kan je het ook gewoon al doen. En er is altijd leuk een ijsje ter afsluiting. Dus alleen daarom al. Daarom zou je eigenlijk al gewoon moeten gaan. Maar dat is morgenmiddag dus. Hoe laat is dat ijsje? Kunnen we niet alleen voor het ijsje komen? Ja, ik weet niet hoe laat jij vrij bent. Ik ben nog aan het werk. Maar ik denk dat je uit moet gaan van een uurtje of 3:50, 4:00. Nou, dat lijkt me een mooie tijd. Maar goed, ik zal eerst moet je natuurlijk een beetje getriggerd worden door... ik denk dat ze het leuk vinden als je erbij bent. Eerst moet je een beetje getriggerd worden dat je weet wat is nou Jong KTK. Vrijdagavond 27 juni, dan is iedereen ook uitgenodigd om te kijken bij het Jong Trompettenkorps. Ze treden dan op het grote grasveld in De Maten en dat staat naast de Triangel. En om 7:30 beginnen ze dan met de show. En daarna mag je... half 8 beginnen ze met de show. Heel goed. En daarna mag je meedoen met het optreden. Nou, mocht je daar nou meer over willen weten, dan kan je natuurlijk ook altijd gewoon even kijken op de website van het Kamp Trompettenkorps. En anders gewoon even contact opnemen met ze. Morgenmiddag, schrijf het in je agenda als je in Kampen woont of in de omgeving en je wil het een keer zien. Vanaf 1:30 tot 4:00, dat je er kennis mee kan maken. En anders 27 juni, dat is aanstaande vrijdag, dat je ze kan zien optreden op het grote grasveld. Nou, dat lijkt mij hartstikke leuk. Tijd voor een stukje muziek nog. En zo te zien gaat de klok ook al gauw richting 7:30, zeg maar. Dus we hebben nog, niet naar dit nummer al, maar we hebben nog, denk ik, 2 nummers te gaan voordat de track van de week er is. Op dit moment hadden we de stand al een keer genoemd, trouwens. Nee, die hadden we nog niet genoemd. We weten nog niet eens wie er... we weten wel wie tegenover elkaar staat. Want de Florenband staat voor op dit moment met 19 stemmen tegen 5 voor de Royal Marines. Dus eigenlijk is de strijd min of meer al wel gestreden, denk ik. Maar goed, er zijn een heleboel dingen mogelijk, want er zijn genoeg luisteraars om de stemming om te laten draaien, laten we het zo zeggen. Dus dat kan nog via www.ballisticbrass.nl. Als je nog niet gestemd hebt, doe dat nog. En wil je dus dat Aranjuez Mon Amour vandaag voor de derde en dan ook de laatste keer gedraaid wordt, stem daar dan nog even op. Of anders op de Florabands. Misschien dat ze daardoor een nog mooiere overwinning behalen dan wat zij op dit moment hebben. Ja, dat is over een minuut of 10. Komen we daarna erop terug. Nu in ieder geval nog een stukje, zoals ik al zei, van een Tattoo cd uit 1994. Toen nog de Tattoo van Breda. Ik zou zeggen, ga gewoon luisteren. Een leuk nummer.
Ja, en ik moet zeggen, ondanks dat het al 20 jaar geleden is dat dit nummer gewoon is opgenomen, merk je dat niet? Nee, hè? Nee, het is best wel goede kwaliteit. Dat is leuk van de cd's. Hè? Dat blijft altijd gewoon bestaan. En de kwaliteit blijft ook altijd wel redelijk hetzelfde. Inderdaad. Hey, ik had nog leuk muziekje voor zometeen onder het praten, zeg maar. Laat eens horen dan. Ja, kijk, deze. Ik dacht, dit is misschien wel even lekker. In verband met de voetbal. Ken je hem? Ja, dit is Deutschland, über alles, zoiets, hè? Ja, dat is het volkslied van Duitsland. De Braziliaanse brassband. En ik kwam daar tegen. Die hebben dus alle volksliederen swingend ingespeeld. Ja, vind als je dit begin hoort, dat doet me denken aan Sinterklaas liedje, joh. De paardenvoetjes die hier toen op in de stemmen stonden. Inderdaad, ja. Nou, je het zegt. Ik weet niet of dat een degradatie is van de Brazilian Brassband of een upgrading van jullie paardenvoetjes. Ja, dat weet ik dan ook niet. Dat mag je dan zelf invullen. Maar hoe klinkt dan Wilhelmus? Ja, Wilhelmus hebben ze ook ingespeeld. Of het mooi is, daar is natuurlijk over te discussiëren. Maar ik vond het wel grappig. Ik vind die trompetjes erin wel leuk, hè? Ja, het zwingt wel. Die op de koptelefoon zo lekker wordt, hè? Ja, dat is waar. En dus er thuis wat minder. Maar als ik heel even mag... Ja, je mag zeker wel even. Kijk, dit is natuurlijk wat nu op dit moment speelt. Italië-Uruguay. Ja. Maar goed, de Brazilian Brass Band. Kijk er gewoon eens naar op internet, dan kan je hem vinden. En mocht je naar Spotify voetbal, staat hij op. Daar kan je hem vinden, kijk. Ja. Daar kan je alle volksliederen in ieder geval nog eens een keer naluisteren. Dus dan kom je alweer helemaal in de sfeer. En tot de Braziliaanse manier dus ingespeeld. Ik moet zeggen, het klinkt best leuk voor een keer. Nou, vind ik ook. Ik laat ze gewoon even op de achtergrond meedraaien. En wie weet kom je nog eens een keer een volkslied tegen dat je zegt van, oh, die herken ik wel. Misschien goed om nog even een nieuwsberichtje te doen voordat we naar het volgende muziekstuk gaan en daarna dus naar de track van de week. Want op 21 juni stond het Friese Steens bol van drum, show en marsmuziek. En in de avond de jaarlijkse taptoe en overdag werd er voor de derde maal het jeugdfestival in Steens georganiseerd. 8 jeugdkorpsen streden daarvoor de prijzen en de organisatie heeft voor het eerst een kidsklasse geïntroduceerd om ook een plek te bieden aan de jongste muzikanten. En zo deed bijvoorbeeld showband Urk mee met hun kidskorps en hun jeugdkorps. En ze kwamen met een volle bus naar het noorden. In de jeugdklasse won SWJK de eerste prijs en Jong Pasveer ging er opnieuw met de wisselbeker vandoor. En die kwamen uit in de basisklasse. Een succes en voor volgend jaar zijn de eerste aanmeldingen alweer binnen. En zo zie je maar weer dat de jeugd heeft de toekomst. Ja, ik moet zeggen, dat is natuurlijk leuk dat het steeds meer gaat leven. Je ziet het al bij het NJF, hè, waar het gewoon goed leeft. Ja. Misschien is het ook wel leuk om... Dat er eigenlijk een soort van interne, of niet zozeer, maar een competitie wordt opgezet. Gewoon om de swing erin te houden. NJF, Jeugdfestival Steens, ODSC. Kan je allemaal zo... Net zoiets als wat je in de voetbal hebt dan, zeg maar. Ja. Zo'n soort eredivisie, maar dan voor... Er komt er nog een berichtje over de DCN contest. Maar de DCR, die ken je natuurlijk ook wel, hè? Ja. En ik werd vandaag... Daar is dat ook, hè? Ja. En daar heb je ook een app voor. Ik weet niet of je die kent. De DCI Scores. Ja. Daar kan je dus alles in de gaten houden. En daar wordt dus ook voor het hele seizoen lang... wordt daar dus ook in opgenomen welke punten je hebt. En het leuke is om te zien dat ze nu rond de 74 ergens zitten. Zoals de Blue Devils. Ja. En die gaan gewoon richting de 90 toe aan het eind van het seizoen. Eind van het seizoen is 2 maanden later, volgens mij. Of is dat een jaar later? Nee, dat is 2 maanden later in augustus. Ja, dat is bizar toch eigenlijk, hè? Dat is heel bizar. Maar als je ook kijkt hoe de shows nu lopen en hoe ze dan lopen, dat is een wereld van verschil. Hoewel, als je het vergelijkt met onze shows hier in Nederland, dan staan ze nu al ver boven ons, eigenlijk. Ja, dat moet je nagaan. Maar als je het leuk vindt om te volgen, dan kan je de app downloaden, de DCI Scores. En daar kan je dus in ieder geval het overzeese continent, alles in de gaten houden. Hoe de scores oplopen naarmate het seizoen vordert. En misschien is het ook wel eens een keer leuk voor hier in Nederland om... en dan moet het niet zo'n verplichte competitie worden. Maar je kan best zeggen, met een aantal jeugdkorps onderling, als er goede banden zijn voor jou, gaan we daar en daarheen. En dan ook om de aanvulling en de opvulling van zo'n programma een beetje te promoten. Ja. He, want anders dan sta je net zoals de Rijnmond Band vorige keer tegen het ODSC. Tegen 1 korps wat waarschijnlijk degradeert. Ja, dat zou jammer zijn eigenlijk. En wat dat betreft hou je dan ook wat meer de competitie sowieso erin. Ja. Van, ze moeten deelnemen, anders dan vallen ze ineens buiten de boot. En nu is het eigenlijk nog geoorloofd dat je bijvoorbeeld zo'n ODSC overslaat. Ja. Maar
dat is toch eigenlijk te gek voor woorden. Je kan ook zeggen, ja, een voetbalclub, als die een competitiewedstrijd overslaat, dan verliezen ze met 3-0. En als een korps dat gewoon doet, omdat ze, ja, weet ik veel wat. Misschien kan je dan beter zeggen van, ja, ieder korps moet, of moet, maar die kunnen zich beter gewoon inschrijven. En dan hou je de competitie ook wat spannender. Nou, ik ben daar op zich wel voor. Misschien moeten we dat voorstellen ergens in den landen. Bij wie? Cor? Ja, kan. Ja, maar ik weet het niet. Nee, dat weet ik ook niet. Waar moet je dan eigenlijk terecht? Ja, vorige week. Misschien toch maar eventjes bij een of andere organisatie aankloppen. Hè? Waar al die verenigingen bij aangesloten zitten. De KNFM wou ik zeggen, maar die bestaat niet meer. Maar zoiets. Ja, nou, daar gaan we eens even over nadenken. We gaan er eens over nadenken. In ieder geval, wij gaan nog een stuk muziek dan draaien. Dan zijn we precies op 7:10. Dat bedoel ik. Kijk, dan is het weer perfect uitgetimed. Wij gaan luisteren naar Une Belle Histoire.
Ja, want daar zijn we weer aan toe. Het is 7:10. Ja, dat betekent één minuut later weer, hè? Ja, dat betekent dat we daar ruim aan toe zijn. En er is wat meer gestemd nog. Oké, okay, en heeft het nog veranderingen gebracht in de einduitslag? Nee, dat niet. Maar wel in de eind... het is eigenlijk wel. Maar niet in de... Niet in de winnaar of verliezer. Ja, dat ja. Ah. Ja, de punten wel. Want het is inmiddels 19-6. Dat betekent dat er toch nog een stem bij is gekomen voor Aranjuez Mon Amour. Nu vraag ik me alleen af, Matthias, heb jij hem dan klaarstaan? Ja, dat heb ik zeker. Want ik heb klaarstaan A View to a Kill. Maar hier staat, dacht ik, A View to a Kill. Maar A View to a Kill, ja, natuurlijk. En On Her Majesty's Secret Service, dat is de winnende track van deze keer. De Flora Band, een arrangement van René Lekkie, kunnen we zeggen. En ja. We gaan luisteren naar het nummer van ook de James Bond CD. En hij klinkt dus in zijn geheel als volgt. Ja, dat was dus de winnaar van de track van de week, A View to a Kill en On Her Majesty's Secret Service. Ja, inderdaad. En wie het volgende keer gaat worden, ja, dan moeten we nog even kijken. Ja, en ik denk dat we een mooie track hebben, hè? Ik denk dat we wel een leuke track hebben, ja. Ja, wou je deze doen? Lijkt me wel, ja. Okay. Ik ben wel benieuwd. We gaan er een keer een wat andere tegenover zetten dat je misschien gewend bent. Het wordt een jong... korps, een junioren korps. Ja, en dat hebben we al wel eens eerder gedaan. Jong KNG hebben we wel eens gehad, volgens mij. Ja. Jong VLS. Ja. Of niet? Ja, Jong KTK hebben we volgens mij een keer gehad.
Jong Pasveer. Jong Pasveer, we gaan hem even laten horen. De optie voor de nieuwe track van de week. Ik zal hem ook even een klein beetje in halverwege laten horen. Ja, dat zijn natuurlijk de fluitjes wel bekend natuurlijk ook van Pasveer. Maar er komt veel meer aan te pas. Deze inderdaad. Track, dat is The Pirates of the Caribbean. Of the Caribbean, hoe je het ook dat weet ik eigenlijk moet niet. Zeggen. Dat weet ik nog weet steeds het. Niet. Ik ook nooit. Anyway, daar kan je op stemmen. Zo dadelijk als de poll online staat, daar gaan we in ieder geval op de hoogte houden. Die staat zo dadelijk online. En wij hebben natuurlijk nog een stukje muziek dat we je even laten horen. Het is weer eens even een polka. We gaan het gewoon eens proberen. Even kijken hoe die klinkt. Heb jij een polka? Ja, luister. Dat was dus de Polka aus Meren, uitgevoerd door Vriendschapsterk uit Katwijk. Ja, en dan hebben we nog wat nieuwsberichten. Of wou jij nog wat zeggen? Nee, dat zei ik. Ga gerust beginnen met de nieuwsberichten, want we hebben niet meer zo lang meer. Nee, inderdaad. Volgens mij
Ja, dat kan. Ja, dat is helemaal goed. Want aanstaande zaterdag, zoals net al even stiekem tussen neus en lippen doorgenoemd, is het namelijk tijd voor de beste DCN-contest van het jaar. In Huizen namelijk verschijnen maar liefst 16 topcorps aan de start. En heb je nou nog geen kaartje? De voorverkoop sluit vanavond, dus zorg dat je er vanavond dan nog bij bent. Kaarten zijn er al vanaf €13. En tot dinsdagavond dus, tot vanavond dus, te koop via www.drumkorpsnederland.nl. Ik zeg het even expres zo, met de C, dus korps. En dan daar kun je dus je kaarten krijgen. Vorig weekend heeft de trommelgroep West-Nederland als enige buitenlandse tamboerkorps meegedaan aan de Zwitserse kampioenschappen in Vrouwenveld. En tijdens dit vierjaarlijkse evenement strijden zo'n 70 tamboerkorps om de hoogste eer. De afdeling waar trommelgroep West-Nederland in meedeed is met 31 korpsen de grootste van het evenement. En er werd een mooie 11e plaats behaald. Een schitterend resultaat dus als je 20 Zwitserse groepen voor weet te blijven. Want voor het eerst heeft de TWN-instructeur Xander van der Ploeg meegedaan aan de solistenwedstrijden. Hij behaalde daar de 17e plek uit een groep van 50 drummers. En hiermee is hij de eerste buitenlander, tussen aanhalingstekens, die dit ooit heeft bereikt. Een mooi resultaat dus voor trommelgroep West-Nederlander en een bijzonder dus voor Xander. In Leeuwarden verder, een ander nieuwsbericht nog. In Leeuwarden is een nieuw evenement gelanceerd, namelijk het Proud Event. Vorig jaar al werd bekend dat de Tap to Leeuwarden de laatste editie zou gaan organiseren. En met een vernieuwd concept van 3 dagen brassbands, showcorpsen en clinics en masterclasses en een korenfestival zal dit evenement de opvolger worden van de landelijk bekende Tap to Leeuwarden. De showavond op de zaterdag zal zowel showcorpsen als een aantal andere onderdelen van het weekend bevatten. En het Proud Event wordt gehouden op 3, 4 en 5 oktober. Dus reserveer dat alvast in de agenda. Want dat wordt waarschijnlijk weer een groot evenement. En een volle bak natuurlijk. We zijn nog een paar minuten verwijderd van het einde van deze uitzending. Dus voordat we daar aanwezig of aan toe zijn, eerst nog even een leuk stukje muziek. Team from Jack. En dit wordt uitgevoerd door brassband Willebroek. En daar gaan we nu naar luisteren. From Jack. Een leuk nummer. Ja. Niet dan? Ja, vind ik wel. Ja. Goed ingespeeld ook. Je had nog een paar nieuws, of tenminste, de agenda
kunnen we nog even kort noemen, hè, wat je nog klaar had staan. Ja, nou ja, echt, agenda is een groot woord. Want ik moet eerlijk zeggen dat er weer het een en ander te doen is. Maar ik dacht misschien wel even leuk om één evenement in ieder geval te noemen. Dat is de Veteranendag aanstaande zaterdag. Natuurlijk ook te volgen via de televisie. Dus als je er niet aanwezig kunt zijn, dan ook daar een live verslag volgens mij zelfs. Welke zender? Is dat niet Nederland 2 uit mijn hoofd? Dat zou best kunnen. Dat durf ik zo 1, 2, 3 maar goed, niet te zeggen. Veteranendag dus aanstaande zaterdag. Dat zal natuurlijk plaatsvinden in Den Haag. Zoals het altijd is, of niet? Ja, dat klopt. En er is een heel programma voor deze Veteranendag op poten gezet natuurlijk, zoals altijd. En er zijn diverse orkesten die mee gaan werken aan dit programma. Natuurlijk een heleboel militaire orkesten, maar ook een aantal burgerorkesten. Bijvoorbeeld Show en Marching Band Amigo uit Leiden, Jong Beatrix uit Hilversum en de VLS uit Wezep. Die zullen daar hun... Hoe kom je daar zo bij, hè, bij zo'n Veteranendag, dat je daarvoor wordt uitgenodigd? Ik heb geen idee. Ik heb alleen een idee. Dat ik, mag ik het zeggen? Heen mag. Nou. Heeft het niks met een militaire voorzitter te maken? Nee, ik denk het niet, want die heeft niks te maken met optredensregelen. Oh, dat zou zo kunnen, dat ze weten had het gekund. Verrek. Maar dan zou Amigo dat ook moeten hebben. Ja, ik weet niet of dat zo is. Of een ander lid of zo die misschien het zou connecties kunnen. Heeft misschien met wel. Zo... Wie weet. Maar goed, jullie zijn er ook, of jullie VLS uit Wezep is er ook bij. Hoe ziet het programma er een beetje verder uit? Ja, het programma natuurlijk, ik ga niet het hele programma noemen, want er is ontzettend veel te doen. Maar je kunt daar bijvoorbeeld concerten gaan zien van het ensemble Marinierskapel in de Ridderzaal. Dat is om 21:15. Om 1:00 bijvoorbeeld het défilé. Hè. Dan begint het défilé, dus daar zullen deze korps ook allemaal aan deelnemen. Er is een vliegshow die ook 5 minuten later zal beginnen. Een intochtdefilé op het Malieveld. En om 2:30 zal het defilé ongeveer afgelopen zijn. Dan om 3:00 is er nog een concert van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht op het Malieveld. En die zal om 5:00 eindigen. Natuurlijk de Marinierskapel. Die heeft het ensemble, wat we al zeiden. Waar ook zijn majesteit koning Willem-Alexander aanwezig zal zijn. Die ook overigens middags het defilé gaat afnemen. Zoals gezegd, het kapel van de Koninklijke Luchtmacht zal daar ook te zien zijn. Ja, en zo nog een aantal, het regiment van varen van de gardegrenadiers en jagers, die zullen daar ook zijn. De KMK, JWF, die zal daar zijn. Van varenkorps van de Nationale Reserve zal er zijn. Al met al een heleboel je kan militaire orkesten, ja. Zeker als je daarvoor wil komen. Ik zou zo zeggen, reis af naar Den Haag aanstaande zaterdag. Ja. Okay. Of vervolg het op tv. En zoals gezegd, morgen dan is er natuurlijk ook nog bij het Kamper Trompettenkorps in Kampen een open middag. Een open middag, hè, dat kunnen we het wel zo noemen. Daar kan je vanaf 1:30 terecht. Het duurt ongeveer tot 1:00 of 4:00. En aanstaande vrijdag dan zijn zij ook te zien op het grote veld. En dan kan je ook eens meemaken hoe zij dat doen met optredens. Wij waren er weer op deze dinsdag op Loco FM. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er uiteraard weer met de laatste keer de live-uitzending voor de vakantie. Dan natuurlijk nog de ontknoping in de track van de week. Flora Band versus Jong Pasveer. Stem even op www.ballisticbrass.nl. En dan hoor je volgende week de winnende track. En wat ons betreft, tot dan. Ja, tot dan. Hallo, mijn naam is René Lekkie. Ik was vanavond te gast bij Ballistic Brass. En ik vind dat onze branche erg bij mag zijn met deze twee heren die dat iedere dinsdag tussen 6 en 7 presenteren. Dus stem af via internet op Ballistic Brass. Tot ziens.